De subsidie van de provincie Gelderland voor de natuurorganisatie IVN zou volgens Alex van Hoof, directeur van de Arnhemse dierentuin Burgers Zoo, niet stopgezet moeten worden. Van Hoof verzoekt de provinciale politiek af te zien van de bezuinigingen. Gidsen van het IVN hebben volgens Van Hoof binnen en buiten de dierentuin een natuureducatieve functie die van onschatbare waarde is. Wat houdt het natuurorganisatie IVN precies in? IVN is een natuurorganisatie die samenwerkt met diverse partijen, waarbij ze proberen de natuureducatie goed naar voren te brengen. Dus wat zij doen is bijvoorbeeld heel praktisch, hier bij ons in de dierentuin, wij hebben de dierentuin, wij zorgen dat de dieren een goed leven hebben, dat bezoekers kunnen komen. En het IVN komt hier en geeft hier rondleidingen aan de bezoekers die in ons park komen. Dus wij stellen de locatie ter beschikking, zij zorgen voor de bemensing, voor de rondleidingen en andere activiteiten. En wat zij dus willen is het begrip voor de natuur, de kennis over de natuur, die proberen ze te vergroten. Ja, de gemeente die wil de subsidie voor deze natuurorganisatie stopzetten. En u bent hier tegen. Waarom precies? Nou, de provincie die is aan het kijken naar het beleid voor de komende jaren. Nou, dat moet bezuinigd worden in Nederland. Het gaat moeilijker, dus we moeten kijken naar diverse posten. Maar nu heeft de provincie Gelderland besloten om de subsidie die zij jaarlijks aan het IVN Consulentschap Gelderland geeft, om die met 100% terug te brengen. Nou, vind ik, en dan vindt ook het IVN, dat ze best kunnen begrijpen dat er bezuinigd moet worden. Maar om nu heel drastisch te zeggen 100%, dus alle bijdragers gaan er vanaf, dat is wel heel extreem. De reden waarom ik me daar zorgen over maak en heb gevraagd aan de statenleden van de provincie Gelderland om daar nog een keer naar te kijken en om te kijken of het echt 100% zou moeten zijn, of dat het in overleg met het IVN ook minder kan, zodat het IVN nog wel haar taken kan vervullen, is die reden dat ik daar me sterk voor maak, is dat de kennis over de natuur en de verbondenheid met de natuur, die begint minder te worden in Nederland. Mensen weten steeds minder over hoe het functioneert, hoe het ruilt en zeilt. IVN speelt daar een cruciale rol in. Niet alleen bij ons, maar door heel Gelderland. Dus ook bij de kinderboerderijen, bij natuur- en milieu-educatiecentra. Nou, en dan is mijn verzoek dus aan de statenleden van jongens, kijk nog eens een keertje heel erg goed wat je doet als je helemaal geen subsidie meer geeft. Want waarschijnlijk kun je wel bezuinigen, maar dan graag een overleg met de organisatie zelf, maar ga niet tot 100%. Ja, wat zou dat betekenen als er meteen de subsidie stop wordt gezet? Nou, dan zullen heel veel activiteiten niet door kunnen gaan en heel veel rondleidingen zullen niet plaats kunnen vinden. Heel veel activiteiten door heel Gelderland zijn er niet. En uiteindelijk betekent dat de Gelderlander niet meer in aanraking kan komen met de natuur op de manier zoals dat tot nu toe is gebeurd. En dat is de natuur heel dichtbij brengen, laten beleven. Nou, daar komt dan een kink in de kabel. Dus eigenlijk wel een hele belangrijke factor in Gelderland. Een hele belangrijke factor in Gelderland, waarbij we kritisch moeten kijken naar wat kan, wat kunnen we nog financieren en wat niet. Maar een 100% reductie is in mijn perceptie wel erg veel.